Zelf hebben ze in de reguliere competitie ook 10 keer geen goal geschikt. En kijken naar Petri. Lisa Petri met de 1-0. Lisa Petri, plots alle ruimte daar. En dan in die rechterhoek binnengeprikt de 1-0. Dat is de tweede keer dat ze daar zijn. En de tweede keer is het gewoon bingo. Is het de prijs voor Genk Ladies. Voorsprong is daar tegen OH Leuven. En dat kan deze partij er alleen maar interessanter op maken. Alhoewel, misschien de neiging om nu toch wat naar achteren te kruipen. Maar ertussen doorgespeeld. En dan is er tijd, is er ruimte. Dan werkt ze dat wel prima af, Lisa Petri. Dat moet je haar niet meer leren. De ex-speelster van Standaard gaat in de bekerfinale haar ex-team in de ogen kijken. Ruimte tussen de lijnen opnieuw. En hier de Bond. Tijd voor de voorzet. 2-0 Lisa Petri. Als de vlag naar beneden blijft, is dit kort voor de rust. De dubbele voorsprong voor Genk Ladies. Nu was het de Bond die daar moederziel alleen werd gelaten. En dan kiest ze er natuurlijk opnieuw Lisa Petri uit. De problemen worden nog een stuk groter voor OH Leuven. Petri kan het amper geloven. En daar is het wachten. Ja, de Bond, dat zal toch op het randje zijn. Maar het mag door. En dan zegt Petri, dankjewel. Niks meer aan te doen door Sari Kees. En dat is de verdubbeling van de voorsprong. Van Schoonhoven, ruimte bij de treier. Is die voorzet goed? Ja, dat is hij wel degelijk. En daar is toch nog de 2-1. Dan is het toch van dat de puntgave voorzet. Is het Van Dijk of is het Kranshof? Is het Kranshof, denk ik, die de bal binnengekopt heeft. Maar de puntgave voorzet van Marie de Treier. Geen sprake van buitenspel. Die bal wordt daar perfect neergelegd bij Kranshof voor de 2-1. En dan gaan we nog wat krijgen in die laatste kleine 10 minuten.